dames en heren. Vaders, moeders, vrienden, vriendinnen, allemaal hartstikke welkom hier bij Jachtlust, niet bij AOC Oosterzaam. Maar we gaan er vanavond een hele fijne avond van maken. Want het belangrijkste is, uw zoon, dochter, heeft een diploma behaald bij AOC Oost. En dat willen we vieren en dat willen we laten weten. We zijn er trots op. Dus vandaar deze binnenkomst al. Zometeen laten we de kandidaten binnenkomen en dan geven ze natuurlijk een oorverdovend applaus. Dus ik zwaai nu met mijn armen. Dit is het teken dat die kanjes mogen binnenkomen. Gisteravond durfden ze niet zo goed. Kijk of ze nu weer lef hebben. Thank you.
We hebben wel een knappe snaar. Maar meneer Leijzen laat zien dat hij ook op 5 snaren kan. Hele gevoelige snaar. Ik bedoel eigenlijk gewoon de elfbuis. Ik ben in de video. Oh, dat is de elfbuis. We hebben lessen gedaan. Als je klas opgeroepen wordt, dan pas mag je mee met de mentor.
Ik wil eerst de heer Fijn even het woord geven. Hij doet het nog zonder leesbril. Extra grote letters. Oké. Dank u wel. Wij zwaaien vanavond heel veel leerlingen uit. In totaal 132. Vanavond rond de 60. Gisteren hebben we een aantal leerlingen uitgezwaaid en allemaal met een fantastisch mooi diploma. Iets waar jullie absoluut trots op mogen zijn. Ik wil jullie daar net zoals van harte feliciteren met het behalen van dit diploma. Geniet ervan, wees heel erg blij en trots. Ik wil natuurlijk ook ouders, familie, vrienden, broers, zus, allemaal van harte feliciteren met het behalen van dit diploma. Het is een bijzonder jaar geweest. We hebben voor school, maar ook voor jullie, een bijzonder jaar gehad. Op de eerste plaats hebben jullie hier examen gedaan. Dat heeft te maken met onze tijdelijke huisvesting. De GL is in oktober pas bekend geworden dat wij een centraal schriftelijk praktisch examen zouden gaan doen. En niet alleen een schriftelijk. We zijn dit jaar gestart, althans, die hebben een diploma gisteren gehaald met een VM2-groep. Allemaal bijzonderheden. En daarnaast hadden we ook nog even tussendoor een verhuizing en we moesten ook lesgeven. Wat ook heel bijzonder was, is dat we eigenlijk aan het begin van het jaar inspectie op bezoek hebben gehad. En dat was, die waren best wel positief, maar die hadden ook een aantal kritiekpunten. Dat is er bij eigenlijk al. En hebben we afgelopen jaar zijn we al mee begonnen en zijn we dit jaar weer verder gegaan. Ik heb al eens klachten gehoord via dat er nog wel heel veel lesuren in de rooster stonden. Maar is niet voor niks. Er moest wat achterstand weer gaan worden. En waar we in het verleden matige resultaten hadden, zijn we nu als school meer dan trots. Want gemiddeld hebben jullie per vak, per leerling 0,4 punten hoger gescoord dan afgelopen jaar. 0,6 punten hoger dan 2 jaar geleden. Het verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen is keurig netjes binnen de bandbreedte zoals de overheid stelt. Met andere woorden, jullie hebben het supergoed gedaan. En daar zijn wij bijzonder blij mee. Applaus voor jullie. Getallen, 38 leerlingen GL, 36 hebben een diploma gehaald. Wat heel bijzonder is, dat de 30 leerlingen tevens even een TL-diploma hebben behaald. Dan krijg je nu, 28 september, krijg je nog uitnodiging voor, maar 28 september krijgen die leerlingen nog een tweede diploma. Komt niet veel voor dat je in 1 opleiding 2 diploma's krijgt, dat kan niet bij AOCO's. Waarom niet? De kader is helemaal goed, 100% geslaagd, fantastisch. Al met al, maar 3 gezakten, 129 geslaagden, 98% van onze leerlingen, vierdejaars, zijn dit jaar geslaagd. En daar zijn wij trots op en daar mogen jullie trots op zijn. Nou, je hebt een diploma binnen en eigenlijk denk je, nou, de wereld ligt aan mijn voeten. En dat is ook zo, je kunt alle kanten op, dat zal ik zo meteen nog eens over vertellen. Wij gaan namelijk alle kanten op, jullie althans. En dit is dan aan het begin. Waar ik vroeger dacht, nou ik heb een diploma, ik ga aan het werk, is dat er niet meer. Je moet minimaal straks een startkwalificatie halen. Dat betekent dat je een mbo-opleiding moet gaan volgen. Dat is niet of je wil, je moet het. Dat doen jullie ook allemaal. Dat kan via 5 dagen naar school, kan ook deeltijd. Dat is per sector en per opleiding verschillend. Hebben jullie voor gekozen? Maar dat betekent wel wat. Je zult verder moeten. En het gek is, als je een mbo-opleiding achter de rug hebt, zul je later ook weer verder moeten. We gaan toe naar een levenslang leren. En dit is het eerste stapje. Ik hoop in ieder geval dat het een uitstekende basis is voor het mbo straks. Want wij op school hebben altijd geprobeerd jullie meer bij te brengen dan alleen maar kennis. Alleen kennis uit het boek is niet voldoende. Maar ook leren samenwerken, leren plannen. Naar de gemeente gaan we daar projecten doen. Rap for Rights. Allerlei projecten zodat je vaardigheden leert die je later in het mbo in het verdere leven kunt gebruiken. En ik weet zeker, daar ben ik bijzonder trots op wat wij allemaal op school doen, dat jullie die vaardigheden ook geleerd hebben. We hebben zelfs een onderzoekje laten doen onder, in dit geval Kamer Gemeenteleerlingen, waaruit blijkt, dat geeft ze ook aan, dat ze inderdaad meer geleerd hebben dan alleen een beetje Engels of een beetje Nederlands of een beetje wiskunde. Hoe belangrijk dat ook is. En ik denk dat je dat absoluut kunt gebruiken in je verdere leven. Waar gaan jullie naartoe? Nou, eigenlijk had ik het
zou heel erg mooi zijn, denk je, iedereen binnen AOC Oost. Nou, dat is niet zo en dat is ook niet goed. Want er is meer dan AOC Oost. Er zijn leerlingen die binnen het groen onderwijs blijven, bij ons, maar ook bij bijvoorbeeld Groenhorst of Groenewel. En er zijn heel veel leerlingen die naar een ROC gaan. Alle sectoren, de dienstverlening, zorg en welzijn, techniek, en dat is goed. Want stel dat jullie allemaal bij groen onderwijs zouden blijven, hadden wij het fout gedaan. Daar was meneer Muller, en die had ik vanavond gezien. Daar Albert, welkom. Als decaan en mevrouw Hazen samen met de mentor, hadden het niet goed gedaan. Want jullie moeten inderdaad de wereld doen. Verder dan alleen het groen onderwijs. Ga ik in de doen. Moet deze meenemen. Zo goed? Ties? AOC Oost. 4 jaar lang geweest. Ik heb jullie niet meer gemaakt toen jullie brugpieps waren. Ik kwam net een halfjaartje na de tijd. Mijn 4 jaar is gewoon ontzettend veel veranderd. En als je de voorst van 4 jaar geleden ziet en nu, is een wereld van verschil. Niet alleen in je lichaam en lengte gegroeid, maar ook in kennis en vaardigheden op. En zorg dat je het gebruikt. Hoe blijven wij in jullie herinnering? Ik dacht Luxemburg. Is dat leuk geweest vorig jaar Luxemburg? Is dat niet zo terrein? Allerlei projecten, activiteiten met de klas, je mentor, misschien wel een aantal leerkrachten die je laat hebben. Zorg er in ieder geval voor dat je ons op een goede wijze herinnert. Dat je inderdaad nog eens een keer terugdenkt van, was eigenlijk een prachtige tijd daar. Ik heb er veel geleerd, maar het was ook een prachtige tijd. Dat is belangrijk. Goed, je gaat nu naar het MBO, een grote overstap. Wend er vast aan dat je te maken krijgt met allerlei andere termen. Je gaat over naar PVB's en BPV. Je gaat misschien wel met containers werken. Allerlei andere termen, terwijl het onderwijs eigenlijk heel voor elkaar lijkt. Zorg dat je daar snel aan bent en dan gaat het absoluut goed komen. Jullie krijgen straks een diploma. Een prachtig diploma, een heel bijzonder diploma. Dat is beveiligd, een 7-tal wijs. En dat is zo bijzonder dat de overheid heeft bepaald dat je dat maar 1 keer mag krijgen. Dus wees er absoluut zuinig. Over 5 jaar diploma weg is voor eeuwig weg, je krijgt geen nieuw diploma. Daarom is het sowieso heel belangrijk dat je diploma controleert. Staan de namen er goed op? Staat de geboorteplaats goed vermeld? Geboortedatum. Klopt alles? Oké. Klopt het niet? Moet je even naar je mentor gaan en zeg even terug. Je moet het diploma zo meteen ondertekenen. Je moet ook een kopie ondertekenen. Dat houden wij. Moeten wij voor de overheid bewaren. Stel dat je in de toekomst ooit kwijt zou raken, kunnen wij nog een brief meegeven waaruit blijkt dat je ooit een diploma behaald hebt. Maar wees er zo. Goed. Ik denk dat ik voldoende gezegd heb, is ook een moment om even te bedanken. En op de eerste plaats wil ik leden van de locatiecommissie bedanken. En in het bijzonder even, de heer Jan de Groot, wil even gaan staan. Ja, ik wil het even. Heel wat jaren heb ik dan in de locatiecommissie gezeten om te praten over de kwaliteit van onze school. En kritisch te zijn. En dan wil ik hem, ook alle andere leden van de locatiecommissie, voor bedanken. En jullie hebben nog geluk. Vanavond bij de uitreiking is iemand van de locatiecommissie aanwezig. En namens de locatiecommissie krijgen jullie een cadeautje aangeboden. Iets speciaals, iets persoonlijks voor jullie. Wees er zuinig. Dat zal straks door de leden van de locatiecommissie gebeuren. Onderwijs kun je niet alleen vormen door een paar leerkrachten in een lokaal of een paar lokaal, zodat je meer mensen bent op. Jullie hebben stagebedrijven, die wil ik absoluut bedanken. Ik weet niet of er stagebedrijven aanwezig zijn. Zonder stagebedrijven, vooral in het MBO, is het eigenlijk onmogelijk om nog onderwijs te geven. Ouders en verzorgers natuurlijk. Het was prettig samenwerken met jullie. Maar dat is. Jullie niet meer, maar het eerste jaar zeg ik in principe, we hebben allebei hetzelfde doel. Zorg dat leerlingen over 4 jaar diploma krijgen. Dan moeten we samenwerken. En wat ik allemaal gehoord, natuurlijk is het al een keer een woord gevallen, misschien samenwerken perfect is. Daar wil ik u namens onze school voor bedanken. En applaus voor jullie, voor jullie ouders. Ik zei net al,
onderwijs is natuurlijk, en hebben we toevallig vanmiddag nog gehoord, 61% van al jullie kennis heeft te danken aan leerkrachten. Die doen dat. Ik kan er heel lang over praten, een gigantische applaus voor jullie. Maar een school is meer. En nou word ik altijd heel serieus, want een roostermaker of een conciërge, die zijn dan soms onmisbaarder dan conciërges, administratie, assistentes, managementassistentes, tuinieren, ook een gigantische applaus voor hun. Nogmaals gefeliciteerd. Geniet van dit moment. Geniet van vanavond. Geniet van de komende weken. Geniet van je vakantie. Wees trots. En zorg dat je straks in het nieuwe jaar op het MBO goed van start gaat. Ik wens je nog heel veel succes. En bedankt. Jazeker. René Fijn die heeft zeker al veel verteld. Ook een aantal zaken die ik nog had willen vertellen. Maar goed, dat ga ik dan niet meer doen, dat is dan mooi klaar. Luxemburg heeft het over gehad. Voor mij is dat altijd een moment dat ik leerlingen echt goed kan leren kennen hoe ze in zo'n week zijn. Ik weet nog dat we aan het einde van de week de groep als geheel een 8,5 gegeven hebben. Het was schitterend weer die week en de groep was ook fantastisch aanwezig. Heel veel corvée. Heel veel vrijwillig corvée wil en ik zeg, ja, ik ben even verrast door wat er nu gebeurt. Ja, ik ben op zoek naar de plattelandse vrouw. Dit is een diploma uitreiking, mevrouw. Oh, maar dat punt ga ik zo aan. Nou, zoek je maar een plekje dan. Ja, weet ik niet. Kent iemand die mevrouw? Nou, ik was aan het vertellen over Luxemburg, over corvée. Ik wilde natuurlijk zeggen dat er waren natuurlijk de nodige strafklanten. Hè. Thijs bijvoorbeeld, die moest regelmatig zijn in de kerk. Maar hij deed dat zonder mopperen natuurlijk. Hè. Het was echt een hele leuke week die we daar gehad hebben. En ik kan vertellen dat vorig jaar is er gefilmd tijdens die week. Hebben jullie die video al wel eens gezien? Nee, dat kan niet. Want die heeft meneer Van de Heuvel deze week afgemaakt. Ja, nou wel. En een van de cadeautjes, afgezien de locatiecommissie, een cadeautje wat je van ons nog krijgt, is deze CD-ROM. Dus je kunt nog een keer nagenieten en later met je kinderen kijken. Zo van, dat hebben wij toch gedaan. Een ander hoogtepunt, niet voor iedereen natuurlijk, maar een select groepje leerlingen is in oktober maar even naar Kenia geweest, alsof het niks is. Nou, een fantastische ervaring voor een aantal leerlingen. Hele mooie opnames zijn er ook gemaakt en ik denk dat zij zeker gegroeid zijn ook. En ja, ze hebben dat ook gedeeld met hun klasgenoten door later presentaties te geven. Geweldige ervaring. Je krijgt nog meer cadeautjes vandaag. En dan wil ik toch ook even iemand, dat zijn gisteren weten vergeten, in het zonnetje zetten. Ik weet niet waar ze is, maar een mevrouw van Fazen is iemand die heel hard kan werken. En die heeft ook dit keer weer heel hard gewerkt. Allerlei stukjes hebben jullie geschreven, klopt dat? Nee? Nee? Nee, dat heeft zij voor jullie geschreven. Nee, die staan allemaal in een boekje met allerlei foto's. En dat lijkt me een heel mooi, waardevol aandenken. Dus mevrouw Van Vazen, bedankt. Ja, en tot slot waren daar natuurlijk die zware examens. Jullie zaten hier, weet je dat nog wel? Spannend was dat, hè? Vooral het eerste examen. En hoe sommige leerlingen na het examen Duits naar buiten kwamen. Iemand, ik las er iets over in de krant ook nog. Dat jullie toen maar broodjes zijn geweest eten om een beetje de stress weer te temperen, maar dat was een moeilijk examen dit jaar. Ja, maar uiteindelijk heeft het niet uitgemaakt, want jullie zijn in ieder geval geslaagd. Helemaal goed. Spannende weken waren er. Ik wil toch
Het is altijd lastig om cijfers te gaan noemen, maar als iemand een 9,2 haalt voor wiskunde. Heel bijzonder, Marielle. Knap gedaan, ja. En jullie allemaal natuurlijk hartstikke hard gewerkt en mooi dat het allemaal gelukt is. Nou heb ik al zoveel applaus gegeven vanavond. Maar ik zag mijn collega van de basisvoorzitter Leerweg, dat vond ik een hele mooie, ontroerende actie. Die zei tegen de leerlingen, sta eens op. Sta eens op. Wil, oh, dat moet bij jeugd anders. Wil jullie even staan? Alsjeblieft. Draai een kwartslag naar links. Links, links. Ja, dan heb ik wel hard geschreven voor wat links en rechts is, maar... Draai nog een kwartslag naar links. En daar zitten ze. De mensen die jullie begeleid hebben, die jullie gesteund hebben. Geef ze nou een applaus. Wij doen zeer hartelijk dank. Dan mag je weer gaan zitten hoor. Ik ben een beetje aan het einde van mijn verhaal, maar er zijn een aantal leraren en conciërges geweest, die hebben het hele schooljaar gevraagd, ach Harm, het zou zo leuk zijn als we ook een keer een lied zouden kunnen zingen voor de leerlingen. Dus ik wil alle leraren, inclusief meneer Mullen, die mag vooraan staan, hier naar voren halen. En Esmee. En dan gaan de leraren voor jullie zien. Dat is het game. Kom maar dan, die maakt op. Zou je ze kunnen zien? Ja, ze hebben er zin in. Zij vinden dit net zo eng als toen jullie in de zaal in ons gekomen lopen. Die hoedjes staan trouwens fantastisch. Ik heb nog wat. Meneer Leijs is ook toe aan een leesbril, geloof ik. Klopt. Hij is mee op het podium. Hij wil de microfoon erbij. Oké, we beginnen gewoon in één keer. Hartstikke leuk. En de tekst ligt natuurlijk ook in de zaal, dus jullie mogen meezingen natuurlijk. Altijd leuk.
Thank you.
Ja, het is een jaar natuurlijk geweest met hoogtepunten, heel veel. Tuurlijk zijn er ook wel eens dingen die minder zijn. Verkeringen gaan uit. Ja, dat kan allemaal gebeuren op jullie leeftijd natuurlijk. Ja. En sommigen krijgen verkering. En er is natuurlijk één man binnen de school die alles weet. Die weet echt alles. Alle geheimen van de leerlingen. Want dat wordt daar soms op de muur geschreven. En die man is natuurlijk, sommigen hebben heel vaak bij hem, zijn ze bij hem op bezoek geweest. En dat is natuurlijk... Ja, meneer Spiegel zou kunnen. Mr. BLZ! Ik zal hem heel erg te beklappen hoor. Want ik heb natuurlijk enorm veel te vertellen over deze gasten die vooraan zitten. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan wel een avond vullen programma van maken. Maar dat is niet leuk, want er zitten allemaal ouders bij. Dan ga ik nu over jullie alleen maar verveelde dingen vertellen. Maar ik moet me toch even richten tot alle ouders en opa's en oma's. Die leerlingen die hier vooraan zitten, dat zijn eigenlijk allemaal schatjes. Maar niet altijd in de klas. En eigenlijk moet ik er maar twee eventjes uitlichten, want die hebben gewoon, ja, ik weet niet of dat, hoe dat komt, weet ik niet helemaal, maar die hebben machtig veel belangstelling gehad om elke keer BLZ op te zoeken. Ze zaten er soms al 's morgens om 8 uur. Dat was ook niet voor niks hoor. En ik heb een jongen en een meisje. Nou, ik begin al met het meisje en dan moet ik eerlijk kijken, waar zit Carlijn? Carlijn, ik draai even door de microfoon een klein beetje. Ik probeer je aan te kijken en te lezen, maar gaat niet lukken hoor. Ik heb er een gedichtje op gemaakt. En alles vertellen over jou, maar je vader moet erbij zitten, ga je niet doen hoor. Ik weet het, oh nee, dat mag wel. Kellen, met een wazige blik, maakt zich op alles dik. Met een diepe zucht, de vinger in de lucht, van vragen krijgt zij geen kick. Nou, Kellen, dat is heel erg, hè? Dan moet ik even kijken, waar zit Teun van Hoeven. Teun is altijd maar bezig. Zijn stem klinkt zo hezig. Een echte pink. Wat voelt hij zich flink. Maar de eerste was hij altijd aanwezig. Ja, Teun, daar heb je voor redelijk vaak van de ochtends vroeg om 8 uur op school gezeten. Maar goed, je hebt je diploma, dat is ook heel belangrijk. Nou was er ook, ja, die hebben natuurlijk heel veel van deze jongelui, die hebben heel vaak bij BLZ gezeten. En dat was niet omdat ze gewoon heel erg gezellig waren in de klas, maar meestal omdat ze gewoon zich niet gedronken. Maar er was er één leerling, en die kwam een keer binnen en die zei, meneer, ik moet een toets inhalen. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet bij BLZ ook doen. En hij was druk bezig en hij was klaar. En toen denk ik, nou ja, ze heeft de toets gedaan. Dus ik kijk even, ik denk of die toets er nog ligt. Maar dan lag geen toets, maar dan lag wel een briefje. En ik lees dat briefje. Ik denk, maar dat is geen toets. Dat is een liefdesbriefje. Een liefdesgedicht. En ik moet eerlijk zeggen, ik zal hem geven hoor. Want dit moet je gewoon in je portfolio stoppen. Dan krijg je, en later heb je daar gewoon ontzettend veel profijt van. Als je dit laat zien, misschien wel in het ROC of MBO. Maar dat is uniek hoor. Maar ik denk, ja, dat moet ik gewoon voorlezen, want hij is zo mooi hoor. Hier mag ik wel een klein beetje een heel licht ondertontje bij hebben. Ik ken de lijnmuziek. Allerliefste Inge. Ik zag je aaien. De liefde kwam aanwaaien. O, je krulde door het haar. O, wat een mooi gebaar. De zon ging erom. O, dit was een wonder.
streelde jouw gezicht. En daarom schrijf ik dit gedicht. Jij zo in het hooi. Oh, wat ben je toch vreselijk mooi. En als ik mijn ogen sluit, voel ik jouw hand op mijn huid. O Inge, het mooiste meisje uit de klas. Ik wou dat ik dat schaapje was. Ja, en dan staat er een naam onder. Helmer. Ja, dat kan misschien wel je eerste gedicht van de bundel worden. Knap gedaan, Helmer. Mooi, heel mooi. En mooi gebracht door Wim Gossing van BLZ. Goed, we zijn aan het eind gekomen van het centrale gedeelte hier. We gaan nog één liedje spelen. Daarna volgen er nog 12 liedjes. Oh nee, sorry. Nee, dat zullen we nu niet aan doen. Er volgt nog één volledig liedje, zeg maar. En daarna komt er een liedje waarin ik ga aankondigen wie waar naartoe gaat. Niet meteen opstaan als ik iets roep van sta op of zo. Nee, rustig even wachten totdat je klas genoemd wordt. Eens kijken of de band zover is. Ze hebben gisteravond ook een optreden gehad. Heel ander repertoire hadden we toen. Jij bent de leider. Het wordt niet van wie dat is gaan dansen. Ik mag van die eerder weg, want ik wou je wat vragen.
Was eerst bij jouw vader en moeder geweest. Kom maar even hier, ja. Kom maar. Kun je door, kom maar. Excuus voor deze onderbreking. Ja. Ah, die bent ik ook zo, maar joh. Die neemt hier echt tijd. Je zit in de kop, hè. Hoor, vast. Kom maar, neer, kom eens, kom eens. Kom, ik wil wat vragen, Bob. Ja, maar dat trappetje, dat is wel niet eng, hè? Ik wil wat vragen, ik heb deze vader moe, vrouw. Niks zeggen, hij zegt niks duur. Ja, er zitten een paar plakken bieven, en zo wat kooltjes en zo. Ja, en nog wat van die studies erachter. Ja. Ja, ze is toetslaan, dat klopt. Waarom duurt het nu zo lang bij de baan? Nou, we moeten niet meer zo wat zeggen. Het is kort van stof. Okay. En je hebt gekke dingen gehoord. Wat dan? Iets over een Chippendale, die een beetje getint was. Klopt dat? Ik weet niet wat je over hebt. Ik wil dat wel uit de wereld hebben, Monika. Want anders kan ik niet doen wat ik wil doen. En dat kan ik niet kan doen, dan gooit je neven uit de klomp drinken. Ja. Nou, Gijs. Ja. Ben je baas? Nee. Dat heb ik niet verzonnen, ja. Dat heeft de klasse verzonnen. Oh, welke klasse was dat dan? 4G2. Wil jullie alsjeblieft nog wel eens meer in gaan staan? Dat vraagt tegenwoordig van die kinderen. Vraag maar snel, zeg. Ons volgen met de twee. Nee, die zeg ik niet. Goed. Klopt dat, jongens? Want dan heb ik een paar getuigen extra. Ja. Eentje doet niet meer, die heeft geen hoed op. Maar ik wil de jongen wassen ze en geeft niks. Is dat voor echt allemaal ja of nee? 1, 2, 3? Ja! Oh, daar ben ik zo nee van, hè? Ja, ben ik zo nee van, hè? Ja, ik wist niet wat ik moest doen, hè? Nee, ik heb niks. Ik heb niks gedaan, hè? Niks. Heb je niet eens aanraakt? Ja! Jongens! Hoef, bent er wat 5 euro's te winnen, jongens? Achter die? Nee, een ventje. Toch? Nou, maakt niet uit. Hendrika, toch ook vrouw. Ik heb je vader nog wel eens even. Oh! Ja, en die waren het er mee eens. Ja? Ja, het is al een rampje zo getild. Oké. Okay. En welk quota dan? Ah, 80.000. Oh, dat is liter. Goed. Nee, kilo tegenwoordig. Ja. Dat gaat maar goed, hè? Ja. Met die 80 van jullie? Ja. Dat ja, dat staan 230. Dat komt helemaal goed. Ja. 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 En je moet 2 echt nog van je haal verwekken, hè? Nee, echt niet. Nee. Nee. Mag ik? Ja, ik ga het doen. Ik leg ook niet meer, hè? Want dan kun je niet verstoppen. Hendrika! Ja, Heid. Wil je met die troon leren? Oh, Heid, ja. Ik heb het nooit zo troon! Ja. Want als je door bent, dan ga ik met je spul en dan ook een beetje dansen. Misschien al dan niet, hè? Ja, toch, hè? Wij zullen dan dansen. En als we een goed kies, dan heb je een probleem, dan moet je gewoon dansen. Maar ik wil dat niet. Ja? Kom, tot zo. Ja, met mooie namen bij. Maar eerst even zoeken. Het verschiet dat nu is te dansen, dat is al zo lang geleden. En het verschiet dat nu is te dansen, al heb je romantiek in de gebleven. Let's go.
Goed hoor. Dat is altijd net even nodig, hè? Wat zeg je? Dat is net even nodig. Dat is maar één keer kom. Ik heb er wel om te maken.